In deze video gaan we het hebben over time in range en de vergoeding van diabetestechnologie. Om je time in range over een bepaalde periode te bepalen heb je een glucosensor nodig. Vervolgens kan je een betere time in range makkelijker behalen met behulp van technologie, zoals een hybride closed loop systeem. Om een glucosensor vergoed te krijgen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je vallen onder een bepaalde indicatie. Een indicatie is de omschrijving van een groep met een bepaalde medische achtergrond, zoals mensen met diabetes type 1 of zwangere vrouwen met diabetes type 2. Voldoe je niet aan een indicatie, dan krijg je de betreffende technologie in principe ook niet vergoed. Voldoe je aan de indicatie, dan moet je ook nog voldoen aan bepaalde randvoorwaarden om iets daadwerkelijk vergoed te krijgen. Denk daarbij aan voldoende kennis en voldoende motivatie. Het is dus mogelijk dat je wel aan de indicatievoorwaarden voldoet, maar iets alsnog niet vergoed krijgt. Een basisgekozen sensor wordt op dit moment vergoed voor de volgende indicatiegroepen: Alle mensen met diabetes type 1, mensen met diabetes type 2 die vier keer per dag insuline spuiten, vrouwen met diabetes type 2 die zwanger willen worden of zwanger zijn, die wel insuline gebruiken, maar niet viermaal daags. Bepaalde glucose sensoren vallen onder de groep RTCGM. Deze hebben scherpere indicatiegroepen. Namelijk alle kinderen met diabetes type 1, volwassenen met diabetes type 1 met een blijvend hoog HbA1c boven de 64 of met herhaalde ernstige hypo's, dus bewusteloosheid, of die ongevoelig zijn voor hypoglycemie waar te nemen, dus hypounawareness. Daarnaast alle vrouwen met diabetes met een zwangerschapswens of die zwanger zijn, ongeacht de type of de medicatie. De technologie waarvan bewezen is dat het voor het hoogste procent time in range zorgt, zijn de zogenoemde hybrid closed loop systemen. Dit zijn systemen die bestaan uit een insulinepomp, een sensor en een algoritme die alles samenbrengt. Om een hybrid closed loop systeem te gebruiken moet je op dit moment vallen onder de indicatiecriteria voor RTCGM. Ook moet je in aanmerking komen voor een insulinepomp. De indicatiecriteria daarvoor zijn heel anders beschreven. Bijvoorbeeld grote fluctuaties in glucosewaarde, down-fenomeen, nachtelijke hypoglycemieën en variabel dagelijks leefpatroon niet te managen met insulinespuiten. Ook bij de insulinepomp moet je voldoen aan randvoorwaarden, zoals kennis van koolhydraten tellen. Veel mensen die wel een insulinepomp hebben, maar geen RTCGM, besluiten om niet te wachten op alle regelgeving en bouwen op basis van een open source software en een hybrid closed loop systeem. Het loont vaak de moeite om je daarin te verdiepen. Val je buiten de criteria voor alle eerder genoemde technologie? Op uitzonderingsbasis kan je een bijzondere aanvraag indienen bij je zorgverzekeraar. Dit wordt echter niet vaak toegekend. Uiteraard kan je ook besluiten om de technologie zelf aan te schaffen. Dit kan je vervolgens aftrekken van je inkomstenbelasting. De DVN vindt dat de vergoeding van diabetes technologie op dit moment te beperkt zijn. Het liefste zouden we zien dat de mens met diabetes in de spreekkamer samen kan beslissen welke technologie passende zorg is. Wij zetten ons er dagelijks voor in om dit ook bij beleidsmakers van zorgverzekeraars, overheden, Tweede Kamer en dergelijke duidelijk te maken.